Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vandaag bevonden we ons in rustig vaarwater, min of meer tussen twee storingen in. Wel hadden we te maken met behoorlijk wat sluierwolken, en vanmorgen vroeg kwam er in het noordoosten van het land ook dikke bewolking voor. Van die sluierwolken, daar zijn we dan vanavond en vannacht tijdelijk vanaf, maar er ligt een nieuwe storing op de loer, en die is al goed op de satellietfoto te zien. Dat betreft een koufront en die ligt momenteel boven Engeland. Het koufront is overigens niet heel erg actief en trekt in de komende 24 tot 36 uur verder richting het oosten. Morgen in de loop van de ochtend ligt het koufront over het westen van het land en pas tegen de avond dan bereikt het koufront het oosten. Heel veel regen gaat het uiteindelijk niet opleveren, maar het weerbeeld zal tijdelijk op sommige plaatsen toch net eventjes iets minder worden. In de modelanimatie is het koufront ook te zien. Door de oplopende hoge druk boven Rusland zorgt het ervoor dat het koufront eigenlijk niet zo heel sterk kan doorlopen, waardoor het min of meer verpietert boven ons land. En dat het uiteindelijk zelfs in de loop van de dag vanuit het westen op de zon alweer door gaat breken. Als ik de animatie stopzet, dan is te zien dat het hoge drukgebied geleidelijk aan een verbinding probeert te beleggen met het hoge drukgebied boven de Azoren. En dat betekent dat de grote oceaanstoringen bijna geen kans hebben om richting het West-Europese vasteland te komen. En dat betekent dat het de komende dagen voor ons rustig gaat verlopen en dat het komend weekend zelfs een mooi nazomerweer wordt. De temperaturen niet echt zomers, maar het weerbeeld namelijk wel. Als ik het nog eventjes verder laat lopen, dan is te zien dat het op zaterdag misschien in het Noordoosten enkele bui valt. Maar dat zondag vrijwel droog zal gaan verlopen. De nacht naar zondag overigens wel helder. En dat betekent dat het lokaal toch behoorlijk kan afkoelen. Met in het binnenland misschien lokaal ook kans op wat mist. Dus zondagochtend kan de dag misschien wat grijs beginnen. Maar in de loop van de dag dan breekt de zon door en lijkt het juist een zonnige dag te worden. Eerst even terug naar vanavond en vannacht. Vanavond en vannacht er zijn er brede opklaringen. Maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk al wel weer toe. Op nadering van het koufront. Misschien dat er aan het eind van de nacht in het zuidwesten al een enkel buitje valt. De temperatuur die daalt naar zo'n 7 graden in de opklaringen. Heel lokaal misschien wat nevel of een mistbank. Maar aan zeeën dan koelt het niet heel veel verder af dan een graad of 10. Morgen is het dan wisselend bewolkt. In de ochtend is het in het westen tamelijk bewolkt. Valt er lokaal af en toe een spatje regen. Heel veel stelt het allemaal niet voor. In de loop van de dag dan trekt, die, uh, trekt het gebiedje met regen steeds verder richting het oosten weg. Dat betekent dat in het oosten de temperatuur voor de regen, uitloopt, uh, voor de regen uit oploopt naar zo'n 20 graden. Maar terwijl het regent, dan daalt het kwik alweer naar een graad of 17 à 18 graden. In de loop van de middag gaat vanuit het westen dan de zon weer vaker doorbreken. En zo ziet ook de westelijke helft van het land ook nog regelmatig de zon. De wind eerst zuidelijk en zwak, meest windkracht 2. En dan achter de regen draait hij naar het noordwesten en neemt dan eventjes toe naar matige windkracht 3. Zoals ik al zei, de komende dagen toch prima nazomerweer. Zaterdag nog wel wat bewolkingen, eerst in het noordoosten van het land. Misschien ook een enkel buitje. Maar verder in de zuidelijke helft van het land toch wel behoorlijk wat zonneschijn. De temperaturen die lopen op, nou is het, de getallen vallen een beetje weg, maar de temperaturen lopen op naar zo'n 17 graden in het noordwesten tot al lokaal 19 of 20 graden in het zuidoosten van het land. En zondag dan wordt het een zonnige dag, hier staan helaas allemaal regenicoontjes, maar wordt het in ieder geval zonnig en droog met dan temperaturen van 19 tot 21 graden, de hoogste temperaturen in het zuidoosten van het land. Wat dan toevallig wel klopt op deze kaartjes is dat er amper wind staat, hooguit meestal zwak of matig. Dat is ook goed te zien in de temperatuurpluim. Er zitten grote dagelijkse gangen, wat een open weertype betekent. Dat betekent dus veel opklaringen in de nacht en ook vrij veel zon overdag. Kortom, s'nachts kan het op sommige plaatsen behoorlijk afkoelen. Maar overdag dan lopen de temperaturen op, op de meeste plaatsen op, op zondag naar zo'n 20 of 21 graden. Ook na het weekend nog steeds het grote verschil tussen dag en nacht. Dus dan een grote, mooi open weertype, vrij veel zon en droog. Vanaf woensdag dan wordt het wat onzekerder, dan neemt de kans op wat regen weer toe en gaat ook het kwik langzaamaan weer dalen naar waarden zo rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Pak ik de neerslagpluim erbij dan is het te zien dat de neerslagkans vanaf woensdag iets toe begint te nemen, maar heel veel stelt het allemaal nog niet voor. Dus het is allemaal nog eventjes afwachten en misschien duurt het zelfs tot de maandwisseling voordat we weer een beetje ja, re wat regen krijgen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl